Ja, ik ben best wel een Apple freak. Dus ja, alles wat nieuw uitkomt van Apple, dat wil ik graag wel hebben. Als het kan. En als ik daar de centen voor heb. Dus was Jacinho er vanochtend bij toen de telefoonwinkels in Vlissingen opengingen en de nieuwe iPhone 6 eindelijk te koop was. Ik heb de iPhone 5 eigenlijk stiekem niet gehad. Ik kom van de iPhone 4 af, dus ja, die is nou een beetje verrot. En daar moet toch iets nieuws hebben, hè? Dus ja, vandaar. En ja, ik ken het hele iPhone systeem en ja, van het Apple systeem, zeg maar. Dus daar ben ik bekend mee. Hectisch was het niet in de Walstraat. Lagen ze in Amsterdam een hele nacht voor de winkels te wachten. In Vlissingen was het opvallend rustig. Hij werkt vooral met de pre-orders en verwacht de drukte pas later. Nou, wat is speciaal aan is ten opzichte van zijn voorganger, iPhone 6. Er komen twee nieuwe formaten, 4,7 inch, 5,5 inch. Nou, ten opzichte van de 5S die 4 inch was, worden ze iets groter. Ja, het zijn veranderingen zoals accuduur is beter, grafische prestaties zijn iets beter. Het is iets sneller, er zit een betere camera in. Ja, enzovoort enzovoort. Het zijn zulke soort verschilletjes. De telefoon wordt iets beter. Andere merken doen niet veel onder voor het nieuwe toestel van Apple. Maar een beetje Apple-fan stapt niet gauw over. Omdat ik ook een iPad heb. En met deze iPhone gaat al de foto's allemaal automatisch over op je iPad. Dus als ik thuis kom, ik heb foto's gemaakt met mijn hond op strand. Dan staan ze gelijk op de iPad, kan ik ze mooi bekijken, grote foto's.